Oké, ik wil beginnen voor zij die dat niet weten, maar misschien ook voor hen die dat al wel weten, het hebben over de klaven. Deze twee stokjes. Er worden verschillende patronen opgespeeld, maar wat we bij dit stuk hebben gebruikt is wat ze vooral in Nederland noemen de 2-3 klaven, de zonklaven. En 2-3, waarom 2-3? Omdat je eerst twee klappen hoort en dan drie. Tel hem even in en dan ga ik hem spelen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En die klap waarmee je geëindigd bent, die op de vierde tel valt van de tweede maat, dat is een hele belangrijke. Want dat is ook de hele tijd waar Jesus en ik, als ik iemand begeleid, in deze stijl is dat eigenlijk de tel waar iedereen de hele tijd op landt. Dat is voor mensen die deze muziek niet zo goed kennen, soms zelfs verwarrend. Die horen dat soms als de 1. Maar dat is juist de vierde tel. Dat moet je soms wel realiseren. Dan kun je de muziek beter begrijpen. Die klaven. Leg ik nu even weg. Want dat gaat dan met de bongo. Gaat het volgende gebeuren. Ga ik ook het basisritme spelen. Daar wil ik ook nog even wat over vertellen. Ik speel in deze context speel ik een stijl die vooral in Santiago wordt gespeeld. Een oude bongo-stijl, dat is mijn uitgangspunt. En ik ga het toch nog even uitleggen, want daar zijn heel veel verschillende scholen in, als het ware, hoe je de bongo-basisritme kan spelen. De basisritme heet trouwens martillo, dat betekent hamer. En dat gaat in de stijl die ik dus nu aan het spelen was, als volgt. Ik leg het even al klap voor klap uit. Een dichte klap, twee open en dan weer een dichte. Twee open, maar die zitten dan verdeeld over twee trommels. Ik ga het even intellen en langzaam spelen. Daarna ga ik langzaam naar tempo waar we uiteindelijk het stuk in zijn gaan spelen. 1, 2, 3, 4. 1 en 2 en 3 en 4. En 1 en 2 en 3 en 4. En 1 en 2, 3 en 4. En 1 en 2 en 3 en 4. Dat zijn het basispatroon zoals het in Santiago wordt gespeeld. Dat is eigenlijk een veel voller patroon dan de patronen die we vaak hier horen. Dat zijn ook veel dichter patronen. Daar gaat misschien een andere les nog wel eens over hebben. Of een andere demo. Maar dit is even de stijl die we vandaag hanteren. Nou wil ik ook sommige accenten extra eruit laten komen om de patronen, alles wat er om me heen gebeurt, te ondersteunen. En dat doen we eigenlijk allemaal, letten we allemaal, zowel de gitaristen als de bongo-spelers, als de bassist, die houden eigenlijk allemaal die klaven in de gaten. Een heel belangrijk accent wat in de gitaar ook de hele tijd zit, ga ik nu even samen met Jesus, wil je me nog even helpen daarbij? Gaan we dat even spelen en dan ga ik even duidelijk laten horen waar dat accent, waar we de hele tijd op terugvallen. Dat is, als we even weer teruggaan naar de klaven, die pakken we nog even. De klaven, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Het is bijvoorbeeld al het moment waarop Jesus inzet. Als we aftellen, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, nog een keer, oké. Dus dat is het moment bijvoorbeeld om bij het invallen. Als Jesus invalt, zal hij de klaven afwachten, het hele patroon. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ga maar door. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
punt, dit basispatroon van de bongo is in elk gedeelte van de klave in de basis gelijk. 1, 2, 3, 4. Die, ook in beide maten wordt die vierde tel geaccentueerd, gewoon in het basisritme. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maar zodra er andere instrumenten bij komen, krijg ik de vrijheid om vooral in het eerste gedeelte van die maat, of aan het einde ervan, een extra accentje, een beetje een syncoop erin te zetten. 1, 2, 3, 4. Even de basis. 2, 3, 4. Nu komt de syncoop er. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. En 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En 1, 2. En die hoor je ook in de gitaarpatronen terug. Dus eigenlijk ondersteunen we elkaar daarin. Jesus, ik wil even dat jij... kun jij me even helpen met de klaven? Dan ga ik voor de... gaan we het even niet... gaan we dus dat tweede accent... Dat is als voor degene die willen tellen, is dat de 4N of de 4N in de eerste maat. 1, 2, 3, 4 en 1, 2, 3, 4. Dus we hebben het in de eerste maat hebben we de 4N en in de tweede maat de 4. 1, basisritme. 1, 2, 3, 4 en 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 en 1, 2, 3, 4. 1, 2, en 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 en 1, 2, 3, 4. Dat zijn in de bongo, in de basis eigenlijk de twee accenten die je altijd in de gaten moet houden als je begint af te wijken van het helemaal basisritme. Wat we noemden de martiel. Basisritme. En wat je ook doet, doe je accentueer je die. En deze. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. En hou die accenten. Hou die goed in de gaten. Dan weet je altijd zeker dat je goed zit met de andere instrumenten die aan het spelen zijn. Vooral de gitaar, de piano en de dingen in de accenten in de zang. Want daar ondersteun je elkaar. Oké, succes ermee. Oké, ik wil nu graag even laten horen hoe het samenspel tussen de gitaar en de bongo werkt. Enerzijds ga ik het basisritme spelen. Wacht ik tot Jesus erbij komt. Blijf ik in mijn basisritme. Dat zijn de tweede vier maten. En daarna ga ik die accenten die ik net heb besproken, die ga ik laten horen. Dat doen we dan een paar rondjes. En dan kun je rustig even luisteren hoe die samen vallen. Luister dan ook naar de gitaar en de bongo, hoe die samen die accenten laten vallen. Oké? Okay? Vier maten intro bongo, vier maten de gitaar erbij en dan gooi je het een beetje open. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3. 4. Daar zit het accent. Dit is gewoon het basisritme met een hele kleine uitbreiding. Maar daarmee kom je al een heel eind. Geef je het heel veel leven door gewoon die kleine accentjes in te bouwen. Oké, succes ermee.